Charlotte Laridon, vandaag hier in Knokke, de Slag om Vlaanderen, Club YLA tegen de Gent Ladies. Hoe was het om op het veld te staan? Het was terug leuk om te mogen starten. Na twee wedstrijden eigenlijk op de bank te zitten. En, ja, ik denk dat ik mijn kans gegrepen heb en denk dat ik getoond heb dat ik het waard ben om op het veld te staan. Ja, je maakte twee doelpunten, ook een kopbal onder andere. Was belangrijk, hè, in deze match? Ja, ik denk dat we scoren op de goede momenten. Ik denk dat we 1-0 voorkomen en dan 1-1. En dan net voor de rust maken wij eigenlijk de 2-1. Dus ik denk dat dat wel, ik denk dat dat wel een goed moment was. Ja. Dan Gent komt terug in die tweede helft, 2-2. En dan is er een fase, denk ik. Gent claimt een strafschop voor een duwfout. Jullie gaan over en het wordt 3-2, hè, via Céline. Ja, inderdaad. Ik denk dat we goed, goed omschakelen eigenlijk. En Jody gaat door op rechts, denk ik. Ze zet hem voor. Ik kan er net niet aan. Ik laat hem lopen. En Céline staat nog voor doel. Dus heel goede omschakeling, denk ik, van onszelf. Ja. Dit waren, je hebt Club Brugge tegen Anderlecht gehad, je hebt nu Club Brugge Gent gehad vandaag. Dat waren twee matchen waar dat het erom ging, hè? Dus echt strijd op het veld ook. Ja, het was een spannende wedstrijd, denk ik. Ik denk dat niet zo goed voetbal gebracht werd. Mm-hmm. Maar ik denk dat er wel gestreden is om elke bal. En dat heeft hem ook getoond in de uitslag, denk ik. Dat was het. Ja. En volgende week moeten jullie naar Standaar. Dat wordt opnieuw een spannende wedstrijd, denk ik. Ja, ik denk dat we nu de topploegen eigenlijk een beetje krijgen. Ik denk dat we met vertrouwen naar Standaar kunnen. Het is daar nooit gemakkelijk. Het is altijd een moeilijke wedstrijd daar. Maar ik denk dat we vertrouwen hebben en dat we ervoor gaan gaan, hè, daar. Ja, oké. Ik dank je en proficiat met de overwinning en de doelpunten. Ja, dank je wel.